Welkom beste kijkers bij Shock Reporter TV. Vandaag is Shock Reporter gast op een zonovergoten sportpark Molenvliet, waar vandaag toch de derby wordt gespeeld tussen SVW en Scheluinen. Voor beide is het belangrijk. SVW moet winnen om aan de kop mee te blijven doen. En Scheluinen die moet winnen om niet in de degradatiezone terecht te komen. Maar ja, dus we hopen op een mooie wedstrijd. Maar ja, u weet het belangrijkste moment is eigenlijk bij ons de pupillen van de week. En vandaag heb ik er twee en het is ook nog een unicum. Het zijn broer en zus. En ze mogen zichzelf aan mij voorstellen, of aan jullie. Ik ga beginnen bij de dames, is dat goed? Ik ben Leander van Arkel. Leander van Arkel. Ik ben Kjellens van Arkel. Kijk eens aan. Leandra, wat vind jij zo leuk aan voetballen? Nou, gewoon, het is een hele leuke sport dat je gewoon met je voeten kan doen. Je voelt echt, als je speelt, dan voel je echt gewoon de plezier. En het is gezellig ook gewoon. Dat is leuk, ja. En in welk team speel je? Emma 13-1. Onder de 13-1, bij de meisjes? Ja. En heb je vandaag nog gevoetbald? Ja. Wat heb je gedaan? 3-1 gewonnen. Kijk eens aan, keurig. En op welke plaats sta je? Middenveld. Middenveld. Scoorde je ook wel eens een doelpuntje? Nou, de laatste geeft meer assist. Nou, kijk, dat is ook wel mooi, hè. Ik ga even naar je broer. Janos, vertel jij, wat vind jij zo leuke voetbal? Vrije trappen nemen. Ja, vrije trappen nemen. En heb jij vandaag nog gevoetbald? 7-2 gewonnen. 7-2 gewonnen. En wat speel jij? Voor, achter of in de midden? Spits. En scoor jij wel eens een doelpuntje? Ja, heel vaak. Ja, oké. Jullie doen het ook erg goed, hè? Je bent al een paar keer kampioen geweest? 4 keer. 4 keer, ja, dat is prima. En trainen, vind je trainen ook leuk? Nee. Nee? Waarom niet? Ik vind wedstrijden leuker dan trainen. Ja, dat vind ik zelf ook. Dan ga ik even naar Leandra. Leandra, wat vind jij trainen leuk? Ja, want het is heel gezellig. En het is heel anders dan een wedstrijd. Want je voelt niet die druk en zo. Het is gewoon gezellig. Want ja, je oefent dingen. Ja, daar ben ik mee eens. En hebben jullie thuis samen ook wel eens over het voetballen? Nee. Okay. Hij wil nooit voetballen. Hey, en, ik mag niet met jouw bal. Heb je ook andere hobby's aan voetballen? Nee, niet echt. Vooral buitenspelen. Vooral buitenspelen, niet op de computer of gamen of zo. Nee. Je bent echt een buitenmeisje. Ja, het vaakst ben ik buiten, maar als het regent dan blijf ik binnen. Dan zit ik op mijn telefoon. Oké. En jij, heb jij nog andere hobby's dan voetballen? Ja, met computers werken. Ja, goed. Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet. Nee, je bent nog erg jong, hè? Misschien profvoetballer? Nee. Nee? Nee. Nee? Misschien met computers wat doen? Ja. Ja, dat is ook leuk. IT'er worden of zo, hè? Dat weet ik niet. En heb jij nog favorieten in betaalde voetbal? Ajax, Feyenoord of PSV? Ajax meestal. Ajax. En heb je ook nog een favoriete speler? Zie je echt. Ja, dat is ook een goeie, hè? Ja, klopt. Ik ga het even weer naar Leandra. Leandra, heb jij hier nog favoriete ploegen? Ajax, Feyenoord of PSV? Ajax. Ajax, daar ga ik. En een favoriete speler? Nou, ik vind Donny van de Beek wel goed en ook Hakim Ziyech. Ja, dat is ook goed, hè? En Onana. Ja, Onana, dat is een goede keeper, hè? En ik word daar al gefotografeerd. Dat is ook wel leuk, hè? En wat ik zeg, wel schoolgaan. Vind jij schoolgaan leuk? Nou, onze klas is nu wel heel gezellig, omdat we al in groep 8 zitten. Alleen voor de rest, de lessen vind ik niet zo heel leuk. En wat je toch kunt, ik zeg het wel eens tegen andere kinderen ook. Dan gaat ze veel vrije tijd in zitten, er blijft zo weinig tijd over om te spelen, hè? Ja. Dat klopt toch wel, of niet? Ja, maar nee. De laatste tijd is het wel gewoon rustig op school. Oh, kijk eens aan. Ja, en nou, maar vanmiddag hier een belangrijke wedstrijd. Janus, wie denk jij te gaan winnen? SVW natuurlijk. SVW, met hoeveel? Dat weet ik nog niet. Iets van 3-0. Zo, je durft. En heb jij nog een favoriete speler bij het eerste elftal? Molier. Nee? Ga je wel eens meer kijken bij het eerste elftal? Ja. Soms? Ja, soms. Oké. En jij, Leandra, ga jij wel eens kijken bij het eerste elftal? Ja. Ja? Als ze thuis spelen. Als ze thuis spelen, ja, dat begrijp ik. Dan ben ik bij opa en oma. Ja, dat is ook gezellig, hè? Ja. Oh, dat dacht ik ook wel. En wat denk jij dat het gaat worden vandaag? Ik weet niet. Wie gaat er winnen, denk jij? SV. Met hoeveel? 3-1. 3-1? Ja. Nou, dat vind ik een mooi huis. Zeg, ik vond het ontzettend leuk dat ik jullie allebei had vandaag. Hè? Ik hoop voor jullie dat SV in wint. Dan heb ik jullie een fijne middag, denk ik. Ik wil jullie allebei nog bedanken. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft.
Jij ook. En ga nu even met de jongens wel lekker warm lopen, hè? Dat moet je ook doen. Oké, bedankt allebei, hè?